jongens, ik ben weer Dennis, aka Denske. En vandaag heb ik de eerste episode van een nieuwe serie op mijn kanaal. En de serie is niet heel nieuw, want jullie kennen het eigenlijk al. Alleen het is Road to Life, Ammo Crate, Camp Strike. En het is in principe eigenlijk hetzelfde met de minigun. Alleen nu gaan we dus voor de Camp Strike. En het is dus nou ietsje serieuzer en ook echt proberen te overleven. En eerst was het echt zoiets als ik dan die Ammo Crate had en ik had geen minigun, dan boeide het eigenlijk niet meer. Dan hoefde ik eigenlijk niet meer te overleven. Toen kon ik eigenlijk dus toch gelijk dood. Die kerel die was gelijk doorgepusht, maar vervolgens schiet hij niet. Waarom, dat weet niemand. Hallo. Dat was geen headshot, lol. Het scheelt dat in het spel niet uitmaakt als je headshot schiet. Toch vind ik dat jammer. Het gaf altijd een fijn gevoel. Als jij headshot moet schieten, zat iemand boven. Als je headshot moet schieten en dan lag er zo iemand en ik kon hem zo makkelijk een headshot schieten. Dan dacht je van, ah, easy, weet je wel. Maar nou maakt het helemaal niet meer uit, want die headshots interesseert niemand iets. Alleen mij nog een klein beetje. Moet hij daar ook maar weg, want ik heb hier boven niet heel veel te zien. Het is een beetje saai. Oh shit, zat je al bij ons? Is het al... Oh, hij zit in het hoekje voor ons gebouw te campen. Hopelijk zit hij nou nog steeds. Let's go. Hij zat er gewoon nog steeds. Die mensen die bewegen niet. Dat is toch een apart volk altijd. Die gaan in een hoekje zitten. Die killen iemand, die denken hier van, oh, die kerel die komt wel terug. Nope. Nope. Die blijven gewoon zitten. Denken, misschien kan ik nog zo'n kill maken. Kom jij hier omhoog? Yep, kom omhoog. Ik weet niet wat ik vandaag heb. Ik heb helemaal geen zin om serieus te schieten. Ik ga gewoon een beetje sprayen en alles. Hopelijk krijg ik iets. Oeh, dat is zeker iets. Kijk eens wat er op zit. Er zit grip op, er zit zo'n thermal ding op. Er zit muzzle brake op of zo'n flash suppressor. Ik weet niet, volgens mij een flash suppressor. Oh, dit ding is single shot. Nee! Dat is dan weer zo jammer. Dat is dan weer zo jammer. En die hond die komt daar richting mij, hè. Come on, come on. Die hond die mag niet naar mij te komen. Okay. Ik hoop dat die Ballistic Vest helpt tegen honden. Ik zou het niet weten, zou wel echt grappig zijn, maar... Serieus, die honden die rennen gewoon across de map. Dat is al het probleem. Het kan goed zijn dat nou die hond ineens naar binnen komt. Hij zit hier onder mij. Ik weet niet of hij naar boven komt. Hey, waarom doe ik dit? Ik hoef helemaal geen link kills meer. Ik heb die wapen al goud. Come on, ik zit trapped. Ze blijven hier maar komen. Oh shit, ik zit echt vast. Ik moet hier echt weg zien te komen. Daar val ik dood, pas op. Dat zou lullig zijn. Boven zat er eentje. Oh shit, dit ding schiet niet gelijk als ik wil schieten. Hij reageert niet gelijk, dat is fucking irritant. Even wachten. Oké, heel snel weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Ammo crate, sneller ammo crate. Ik heb niet zoveel tijd. Nee, jij lelijk kind. Nee, ik ging best wel nice. Ik ging best wel nice. Ik had ergens anders moeten gaan liggen, maar ik hoorde iemand lopen. Dus ik wou eigenlijk niet naar binnen. Ik had gewoon naar binnen moeten gaan. Dan kon ik daar ergens koffer nemen. Het is best wel raar dat helemaal niemand... Ah, die zit moeten cappen. Dat helemaal niemand... Er lag ook nog één voor dat ding. Nog een keer, dat helemaal niemand die kerel ziet bij Broken. Dat is een van de spots waar iedereen op moet letten. Want daar zitten altijd mensen. Je ziet, daar liep weer iemand. Altijd iemand is daar. We gaan die kerels even revengen. Hopelijk zit hij nog steeds. Waarschijnlijk ligt hij op de trap te campen of zo. Dan heeft hij me nou weer. Ik zie zo snel niks. Oh, dit. Klootzak, hè. Oh, hij had ook nog zijn ding achter liggen. Zijn campding. Iemand heeft hem. Lekker werk. Ik ben dood. Denk ik. Hoop ik. Oké, we pakken toch maar even dit. Omdat het kan. Hoeft in principe eigenlijk niet, maar we gaan het gewoon doen. Weet je wat ik gelijk even doe? Dan laat ik eerst even dit wapen. En dan switchen we naar dit ding. Oké. Okay. Ik vind het steeds jammer. Ik ging best op streak, joh. Even serieus. Zonder te dollen. Het was ook nog een single shot wapen. Come on, ik wil iemand. Woehoe! Come on! Let's go! Oh shit. Schiet, schiet! What the fuck overleeft hij? Hij heeft niet eens flak jacket. What the fuck is over terrorist? Hij overleeft gewoon een raket die zo'n stukje van zijn voet ontploft. Jezus, was ledemaat door een plafond te plakken. What the fuck is dat voor onzin? Ik dacht even dat ik hem voorbij liep. Dus een beetje automatisme, constant wapens oppakken. Ik wou net naar rechts kijken, want daar liep er een. Hij spawnt daar. What the fuck? Het gaat nou helemaal slecht. Het begin ging echt lekker, want ik stond 13 om 1. 13, hè, dan krijg je het al. Wacht even. Ik
zat even te luisteren waar hij nou was. Ik dacht eerst boven, maar toen dacht ik, hé, ik was zand. Zij zit beneden. En dan zat inderdaad beneden. Ik ga even mijn beste vest halen. Oh, wacht, heb ik hem nou of niet? Ik weet niet eens meer of ik hem nou heb of niet. Wat de fuck doe jij hier? Losing A. Nee, double kill. Satcom ready. Ik dacht dat hij daar naar binnen zou lopen. Ik moet hem oppassen. Pas op, pas op, pas op. Hier loopt die man, ik hoor hem lopen. Waar de fuck is hij heen gevlucht? Waar zit jij? Even wachten, even luisteren. Hij zit boven mij. En er zitten er meerdere, dat is het probleem. Als er maar eentje was, dan kon ik wel luisteren hoe die was. Maar ik kon de hele tijd overal mensen lopen. En ik kon eigenlijk mijn Blisk Vest pakken, maar over één keer heb ik... Oh nee, wacht, heb ik Ammo Crate, geen Blisk Vest. Hij zit rechts, teammate gaat dood. Haha! Revenge! Oké. Dit was mijn eerste wapen, dus nu pak ik deze erbij. Echte beest, kijk waar er allemaal op zit! Ik wil niet eens weten waar er allemaal op zit, want het is gewoon te veel. Als er nou maar iets op zat dat die lichter was, dat zou veel fijner zijn. Gaan we bij triple cap. Oeh, eet mijn kogels jij. Nou, ik doe helemaal niks en we winnen gewoon een dikke triple cap. Hoppakee, er was er nog eentje volgens mij, want ik werd nog gehit in mijn zij. Oh, de boze treetje. Dus vestje hier en daar, hoppakee, lam 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 lam. Hallo. Let's go. Hopelijk zit hij nog steeds erboven. Ben je dat? Nee, dat is met anders die kon lopen. Ik kan het zeggen, want die teammate... Oh shit! Oh, ik ben genoemd door een ninja! Ah! Oh shit, spawns voor de win! Gotta love him. Oh, hier naar je? Ah, dat is een teammate. Hierboven, binnen. Waar zitten jullie? Op zich vond ik het best wel nice dat ik bij het begin op een redelijk mooi strikje ging. Ook al een knijver. Maar ik weet al wel, als ik bij het begin al echt iets had van oh shit, 13 streak. Dat dit nog heel pittig gaat worden ook. Shit, ga nou niet... Ah, dan gaat die ene keer al natuurlijk door. Oh, nee, ik kan sliden. Oh. Rennen. Ik ren voor mijn leven. Pak aan. Echt, hoeveel van die setcoms ik kan neerzetten? Die teams moeten me dankbaar zijn. Echt absurd. Ik heb wel veel minder kills dan ik normaal gezien had met die minigun serie. Dus ik snap niet wat ik nou eigenlijk verkeerd doe. Misschien dat ik toen al een kleinere map had. Ik speel nou natuurlijk wel voorzichtiger, want ik wil natuurlijk wel proberen streaks op te bouwen. Dat is eigenlijk het principe. Ik moet wel streaks opbouwen. En dat is eigenlijk het moeilijke. Dat is meestal het geval bij een camp strike. Gewoon, je moet streaks opbouwen. Hier zat iemand net om uit te schieten, maar ik weet niet waar vandaan. Waar zat jij? Ik heb een panzerfaust. Waar zitten die mensen dan toch? Waar zitten ze nou verstopt, jongens? Laat je kop eens zien. Kom op, blazen. Hey, dat is nou eens een manier om B te defenden. Holy shit. Ik had maar één raket. Ik dacht dat ik er meer had. Had ik er ook in, had ik er nog één geschoten? Ik kan me niet herinneren dat ik er twee geschoten had. Oké, er was er één. Teammate heeft hem. Is hij dood? Ik hoor zand. Achter mij. Ja, jezus, nou hoor ik hem maar boven. Ja, nou is je dood. Hier eentje. Mijn keer afblijven en niet kijken. Oké, dan gaan we even dit ding neerflikkeren. 31-6. Ah, ik moet zeggen, het was... ik weet het niet. Het begin ging lekker, weet je wel. Dan krijg je 13 streak had en daar ging het eigenlijk allemaal een beetje van... Mwah. En het is ook een heel korte match, dus ik heb nou 30 kills, laatste keer ook 50 kills, maar ja, hoeveel punten hadden de enemies? 80 punten of zo, wij hebben er 200. Dus dat is natuurlijk ook een reden waarom we niet zoveel kills hebben kunnen maken. We hebben constant gewoon hun helemaal gedomineerd, gewoon triple cap alles. Dus ik heb ook een nieuw logo, deze is best vet als je dit goud hebt. Die kun je hebben als je volgens mij 400, 500 mensen killt als ze die domination punten probeert te pakken. In ieder geval, komt je leuk, vond het leuk, laat even een like achter. Hopelijk wordt de volgende keer wat agressiever, wat meer actie en zo natuurlijk, meer mensen. En niet zo langdradig als dit, want we hadden natuurlijk constant triple cap. Dus ik hoop in ieder geval dat het leuk vond, laat eens een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer, houdoe.